zit hier op mijn bed tussen allemaal tassen. En die tassen die ga ik even uitpakken en laten zien aan jullie. Want ik heb een shoplook. En wat voor shoplook? Nou, ik ben deze ruimte een beetje aan het leuk aankleden voor de video's. Oké, nou ik ga eerst even alle prullari doen van de Action. Een super leuk ding om neer te zetten of op te hangen. Er zit ook een gaatje achterin. Dus ik kan hem ophangen als ik wil. Boy, you never find another. Die flamingo trouwens, die had ik bij de tuinspulletjes gepakt. En die ga ik ook nog in de tuin zetten. Die ga ik niet hier binnenin zetten. Maar die staat wel al een tijdje in mijn huis gewoon. Die had ik niet de laatste keer gekocht. Die had ik al eerder gekocht. Deze vind ik echt super leuk. Hashtag ananas op je kop. Dus ik vind deze kleuren best leuk. Maar ik had hem in mijn hand bij de Action. En toen zag ik dat hij heel snel beschadigd. Dus toen dacht ik, ik koop er een gouden spuitbus bij. Want dan kan ik hem goud spuiten. Hoe dat gaat worden, dat laat ik ook later nog even zien. Want ik heb echt geen idee of dat vet is. Want het ziet er een beetje doffig goud uit. Maar ja, weet je. Als je dit echt helemaal in een speciaalzaak moet gaan kopen, dan ben je gewoon veel meer kwijt. En nu heb je een spuitbus van 2,50 dus. En dat ding is ook niet duur. Dus waarom niet proberen? Ja, toch? Ik ben echt een onwijs hele goede klusser. Ik douw gewoon de kwast in verfpot en dan huppakee ga ik het zo doen. Ik vind het zelfs nog te veel moeite om een trappetje op te lopen. Dus zo'n kwast is voor mij ideaal om in de gaatjes en zo in de randjes te komen. De fotolijstjes waren in aanbieding, dus ik heb er even eentje meegenomen. Ik weet nog niet precies wat ik ermee ga doen. Maar ik vind dit stijgerhout eromheen wel echt super leuk. Echt super leuk. Die ga ik dus daarachter neer hangen of staan. Dan heb ik zeg maar een dingetje waar ik hem in kan hangen. Spijkertjes en een hamer gekocht. En dat kan dan alleen op de muren die een beetje hol zijn. Want anders dan sla je je muur gewoon kapot of er gebeurt niks. Dit is echt weer zoiets wat ik heb gekocht omdat het er leuk uitzag. Rosemary and ginger cleaning. Ach, het ruikt heerlijk. Het ruikt eigenlijk gewoon als zeep voor in de douche. Het zijn van die glazen, ja, tegeltjes kan je het niet noemen, maar leuke dingetjes om op te hangen. Doorheen. En hier weer een fotolijstje. Tapijttape. Dit koop ik altijd bij de Action als dubbelzijdige tape. En het is echt super sterk dubbelzijdige tape. Je hebt gewoon, vooral als vrouw zijnde, soms geen mogelijkheid om dingen op te hangen. En dan moet het gewoon hiermee. Maar waar het ook super handig voor is, is van die rotplintjes die los zijn komen te zitten. Van die ledstripjes die je ergens aan vast moet maken. Echt super handig. Als je wilt verven, dan heb je echt afplaktape nodig. En dan moet je altijd de dikke hebben. Want de dunne, dan gaat alsnog alles langs. Om nog maar even door te gaan met de pineapple ananas. Ook een ananasgeurtje. Altijd handig. Ja, I love it. Eentje zegt, let yourself relax. En de ander heeft gewoon plaatjes. Dit vond ik niet bij het verf. Dus niet bij de klusdingen. Maar bij de knutseldingetjes. En dit is dus chalkboard paint. Dus dit kun je verven op de muur. En dan kun je erop krijten. Dat vind ik echt super leuk. En normaal zie ik het alleen maar in zwart. En dit is dus gewoon lichtroze. Ja hoor, want dit zullen jullie waarschijnlijk niet nodig hebben. Maar ja, ik laat alles zien wat ik heb gekocht. Ovulatietesten. Zoals jullie misschien wel weten, probeer ik zwanger te worden. En dat is de eerste keer niet gelukt. En ik heb gewoon best wel een onregelmatige cyclus. Dus het is een beetje moeilijk om gewoon vanzelf uit te rekenen wanneer mijn vruchtbare dagen zijn. Dus daarom ga ik nu deze gebruiken. En ja, misschien dat ik daar later nog wel even een leuke review over plaats. Voor degene die daar wel interesse in hebben. Bij de Action hebben ze ook zwangerschapstesten. Die liggen al lang al klaar bij mij thuis. Die heb ik de vorige keer helaas niet nodig gehad. Maar hebben ze zelfs eentje die al 4 dagen voordat je ongesteld moet worden gebruikt kan worden. Dus een extra gevoelige. Dan ben ik ook nog even langs de HEMA geweest om te kijken of daar nog iets leuks was om dit een beetje op te fleuren hier.
En dan zag ik ook nog iets anders heel leuks. Je hebt daar letters met lichtjes erin. Dat vond ik echt super leuk. Maar ik dacht, het wordt een beetje too much allemaal als ik dat doe. Maar toen zag ik deze en die kon ik echt niet laten liggen. Ik moet hem nog gaan uitproberen. Dus dat ga ik nog wel even filmen dat ik dat doe. Maar dit is dus een alfabet letterboek. En die kun je dus in alle lettertjes aanpassen die je zelf wilt. Nou, je kunt dus best wel veel combinaties maken als deze me al lukt. Superleuk. En dan nog even wat kraaien erin. En dan nog even licht. De telefoonhoesjes. Daar lokken ze je dan mee. Echt van die superleuke telefoonhoesjes met zo'n unicorn en zo. Echt heel erg leuk. Ik weet niet, ik ben 32, maar ik vind het gewoon nog steeds heel erg leuk. Eenmaal daar aangekomen waren de telefoonhoesjes er niet, maar natuurlijk genoeg andere dingen. Een kussen! En zo'n superlekker zachte. Heel erg leuk voor hier. En die past namelijk heel erg leuk. Oh, ik heb er twee gekocht. En ik heb nog andere kussentjes. Kijk, deze kleine gouden. How cute! Superleuk toch voor hier? Ja. Echt superleuk. Dit dekbed. Nou, dat ga ik straks dus ook even filmen hoe het staat hier. Een haak om dingen op te hangen aan de deur. Heel handig voor hier. Want dat heb ik echt altijd nodig. Een planner! Nou, misschien weten jullie wel, ik maak altijd elke week een weekplanning. En daar ben ik gewoon echt verslaafd aan. Ik hou ervan. Ik kan niet zonder die planningen leven. En dus ook niet zonder dit soort dingen. En ja, ik maakte ze eerst het zelf. Maar waarom zou ik het zelf maken als je het tegenwoordig gewoon zo kan kopen? Echt hele lijstjes. Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zondag. En notes. En dat is ook eigenlijk alles wat ik nodig heb. Ik hoef niet per se als een agenda. Want hier kan je gewoon lijst maken van wat er in je hoofd zit. Zo. Aloha. Oh mooi. Die gaat op de muur. Die gaat erbij. Echt superleuk. 2 euro joh. Echt super schattig toch. Als je zo'n muur hebt als dit hierachter. Voor 4 euro. Maar dan kun je dus als je bijvoorbeeld zo'n dingetje hebt als wat ik nu aan heb. Zo'n overhemdje of blouse hoe je het noemt. Dan kun je die erop doen. En dan maak je het gewoon veel leuker. Nu is hij gewoon veel hipper, weet je. Oh ja, hoe kan het ook anders? Dat heb ik wel weer meegenomen. Voor 3 euro een shirt met een ananas erop. Nou, het kan nooit echt heel slecht zijn. Ik heb dit weer gekocht. Dus blijkbaar ook alweer daar. Zo'n geurding. Voor 4 euro. En alweer een ananas! Ja, ik blijf ze nog wel duur. Oh ja, een cellulite-roller. Ik ben benieuwd of dit. Als dit mijn cellulite weghaalt, man. Oké, sokken. Die koop ik altijd bij de Primark voor 3,50. Sokken die ik over een maand waarschijnlijk allemaal kwijt ben. Oh ja, deze sokken zijn eigenlijk beter. Gewoon zwart. Want die dragen zowel ik als mijn vriend. 3 euro voor 7 paar. En weer een geurdingetje. Vanille. Voor 1,50. Een kleintje. Maar die zijn super leuk voor op de wc. Dat wil ik echt eens een keertje proberen. Dus ik zal binnenkort wel even filmen dat ik het ga proberen. Voor 2 euro. Ja, in mijn haar is dus echt geen krul te krijgen. Laatst ging ik een review maken van een krultang. Maar die review die heb ik gewoon nooit geplaatst. Omdat er gewoon geen enkele krul in mijn haar kwam. Dat was trouwens de krultang, een nieuwe all-in-one krultang van de Action. Ja, heel leuk, maar er kwam gewoon geen krul in mijn haar. Dus hij is wel handig hoor, want je kunt er wafels mee doen en je kan stijl maken. Dus ik kan hem even goed wel gebruiken en ik kan hem ook voor Yola gebruiken. Dus, maar goed, ik ga dit een keer proberen. Notes, boekjes had ik al bij anderen gezien en die vind ik gewoon echt, nou ja,
Die kan je gewoon niet leuk vinden, toch? Is altijd handig. Lekker gewoon van katoen. En 1, 2, 5 stuks voor 4,50. Dus dat is nog minder dan een euro per strip. Dus, voor 4 euro zo'n touwtje met wasknijpertjes eraan en kaartjes. Deze droogshampoo is toch super handig voor in je tas. Ja, geen idee of die mega goed is, maar om nou gewoon altijd een beetje droogshampoo in je tas te hebben. Sponsjes, super handig. Ik noem het nog steeds sponsjes, maar oh, het heet ook blenderspons. Je kan ze ook door midden knippen. Dat is ook soms wel handig, omdat ze best wel groot zijn. En ik heb eigenlijk van alles gekocht aan make-upjes. Omdat ik dus een soort van een hele make-up look wil gaan maken. Volledig met Primark spullen. Omdat ik gewoon wel benieuwd ben wat daar ja, de werking van gaat zijn. En dan ook hoe lang het blijft zitten. Ik ben namelijk best wel vaak van de dure make-up geweest. Maar ja, ik heb gewoon niet meer zoveel zin om het allemaal steeds te kopen. En soms is het wel handig als je gewoon wat backup make-up hebt. Wat iets goedkoper is. Oh ja, lippenbalsem met factor 50. Dat is heel goed voor mij, aangezien ik altijd mijn lip aan het pulken ben. En dus is mijn lip heel erg gevoelig. Bronzertje. Contour kit. Was afgeprijsd voor 2 euro. Een liner. Ook afgeprijsd voor 1 euro. Is ook echt zo'n pen is het. Clearing gel. Ik moet nog even kijken hoor. Maar ja joh, weet je. Oh, deze vergat ik nog helemaal te laten zien. Nog een ananasje. Maar dit is een kaarsje. Maar nou en, ik ga hem niet als kaarsje gebruiken, want ik vind het veel te leuk. Ja, die vind ik altijd heel lekker ruiken. Dus die heb ik weer even meegenomen. I love this smell, man. Ik wil het open nu. Weet je wat ik altijd zo lekker vind van die geurdingen? Dat ik het dan in een bepaalde periode gebruik. Bijvoorbeeld met als ik Victoria's Secret opspuit. Dan denk ik meteen weer aan mijn vakantie in Amerika. Hoe lekker is dat? Dus eigenlijk is het helemaal niet zo fout dat ze die dingen alleen maar verkopen als je in Amerika bent. Ze verkopen het wel in Nederland, maar dan moet je er iets meer moeite voor doen voordat je het hebt. En dan denk je weer helemaal aan toen. Dat is toch super leuk. Oh, dit vind ik ook zo leuk van deze plakbandjes om dingetjes op te plakken. En mijn dochter ook. Dus dat komt bij ons thuis altijd van pas. Oogschaduw. Voor 3 euro. Ik had er 1 droog shampoo voor blond haar. En die andere die was voor meer volume. Nou ja, allebei gewoon super handig voor in je tas toch. En ik kan meestal wel volume gebruiken. Ja. Echt. Ik moet eigenlijk niet echt spuiten vandaag. Want ik heb vandaag ook al mijn haar gewassen. Ik moet eigenlijk vanmorgen pas doen. Een highlighter. Er zitten ook heel veel dingen tussen die gewoon al op waren van mijn dure make-up. Nou, ik ga dit wel even proberen dan. Want stel dat het goed is, weet je hoeveel geld het me dan scheelt. Ik heb serieus een keer, had ik altijd een eyeliner van MAC. En toen gebruikte ik 1 keer even een eyeliner van de HEMA. Nee, van de Action. Van de Action. En die werkte gewoon veel beter. Die gleed zo floep en die zat gewoon in 1 keer goed. En die van de MAC die vlekte altijd. En ja, het zag gerust wel beter zitten als het eenmaal zit. Maar ja, het lukte me niet eens om hem normaal op te krijgen. Dus dat was echt dramatisch. En sindsdien denk ik ook wel een beetje anders over goedkope make-up. Alleen zit ik nog wel een beetje met het verhaal of het echt goed is voor je huid. Want het is natuurlijk eigenlijk heel erg slecht voor je huid. En ook hoe het getest is en dat soort dingen. Vind ik eigenlijk ook wel een beetje belangrijk. Een luchtje. En die heb ik gewoon gekocht omdat erop staat Amsterdam. Kleine luchtjes zijn zo handig voor je tas. Nagellakjes. Ik dacht, laat ik eindelijk weer eens een keer mijn nagels gaan lakken. En ik heb een hele berg, maar joh, je kan nooit veel hebben. Zo, nou, in hoeverre het lukt heb ik mezelf geprobeerd op te maken. Maar ik realiseer me tussendoor toch wel dat ik een paar dingetjes nodig had. Bijvoorbeeld mijn eigen kwasten. Die had ik niet, dus mijn oogschaduw was een beetje moeilijk om die op te doen. En ik merkte ook dat ik eigenlijk even iets nodig had. Omdat die oogschaduw, die was echt heel erg los. Dus hij valt heel snel hier weer op.
En ja, dat wil je natuurlijk echt niet. Dus die oogschaduw, die kan echt afgeschreven worden van mij. Die vind ik echt heel KUT. De foundation vond ik wel lekker smeren. Ik heb de wat duurdere genomen, voor de Primark dan. Omdat daar toch nog een beetje een factor in zit, factor 15. Maar die is op zich gewoon prima. Hij is wel een beetje aan de lichte kant. Ik ben ook heel erg licht nu. Maar ik had niks om er overheen te doen. Om het toch nog even een beetje, ja, een beetje kleur in mijn gezicht te brengen. Maar die foundation is op zich prima. Daar kan ik wel weer mee. Die contour kit. Nou, dat heb je misschien gezien. Dat was echt een drama. Hij was echt heel donker. En ik ben daar heel slecht in. Ik weet niet zo goed hoe het moet. Weet je, er komt gewoon zoveel af meteen. Het wordt zo snel vlekkerig. Het is gewoon te los of zo. Er komt te veel van af. Dus ik vind dit ook bagger. Dat wenkbrauwsetje is op zich leuk. En natuurlijk voor de prijs hartstikke handig. Want er zit zelfs een epileerdertje bij. Nou, hartstikke handig als je even snel iets nodig hebt. Maar deze, die is zo... die geeft zoveel af in één keer. Dat werkt wel, maar alleen als je hele volle wenkbrauwen hebt van jezelf. En dat heb ik dus absoluut niet. Dus ja, dit zie je echt veel te erg bij mij. Dat zag je ook, dat ziet er echt niet uit. Die bronze glow, die was ook onwijs donker. Die zag je echt heel erg ook. En ik zie helemaal niet echt een glow. Dus ik vind het eerder een bruin mat spulletje. Dus nee, die is ook afgeschreven voor mij. De highlighter, ja, die vond ik op zich wel oké. Hij smeert lekker. Het kleurtje is oké. Ja. Die vind ik wel voor die 4 euro. Kan ik wel gebruiken. De sponsen ook wel prima. Ik gebruik vaak liever mijn handen, maar ja, dan gebruik je natuurlijk meer make-up vaak. Dus ja, prima zo. Nou, er blijft weinig over. Ja, die Protect, nou ja, die zou gewoon prima zijn. Als hij zijn werk doet, is die heel goed voor mij. Deze, dat is de Longwear Graphic Liner Pen. En die vond ik heel fijn. Een eyeliner. Ik ben echt een hele slechte eyelinemaker. Dus dit is voor mij prima. En hij is ook niet vlekkerig. Dus ja, deze vind ik wel heel fijn. Grappig. Dit was nou net in de uitverkoop voor 1 euro of zo. En dat vind ik dan weer het fijnste van wat ze hebben. Wat hebben we nog meer gebruikt? Nou ja, dit heb ik opgesmeerd. Maar ja, joh. Het zou hydraterend zijn, denk ik. Om je gezicht uit te hydrateren. Maar dat kan dus eigenlijk helemaal niet. Dus al met al, het is een oplossing. Als je een leuk make-upje wilt en je hebt niet veel geld. Maar eigenlijk is het een beetje zonde van je geld. Want de oogschaduw is gewoon echt, valt er gewoon af. En ja, dat wil je gewoon echt niet. De wenkbrauwen, ja, kan wel als je gewoon echt volle wenkbrauwen hebt van jezelf. En voor de rest is het ook heel erg voor wat donkerdere tinten. Zoals bijvoorbeeld die contour kit en zo. Ja, of ik kan het gewoon echt niet. Maar ik heb ook echt het idee dat mijn huid daar gewoon echt te licht voor is. Zo, nou, dankjewel voor het kijken. Ik hoop dat je de video leuk vond. En zo niet, dan kijk verder naar een andere video. Misschien vind je die wel leuk. En geef een duimpje of een reactie. En abonneer je zeker even op mijn YouTube kanaal of kijk andere filmpjes. Dankjewel en tot de volgende keer. Doei!